Je kijkt niet alsof je er zin in hebt, Kees. Voor de zesde keer. Ja? Ben je klaar voor? Ja, dan zeg ik, leuk dat je kijkt naar een nieuwe Kees op de Week. En ik zeg ook, precies hetzelfde. Hallo Kees. Hey Loes, hey. Hey, vorige week waren we al in Groningen. Ja, want de Drentse A houdt zich niet aan grenzen. Precies. En er zijn meer mooie plekjes net over de grens. Ja. En daar zijn we vandaag dus ook nog. Ja, we zijn hier in Appelbergen. Een klein gebiedje, vlakbij het gebied waar we vorige week waren, het Quintusbos. En heel vlakbij Groningen. En op zich wel een gebiedje waar veel mensen komen altijd. Heel veel. Vanuit het noorden zijn dit toch een van de eerste gebieden wat je bezoekt als je naar het bos toe wilt. Nou, het is ook wel mooi afwisselend, hè? Bos en vennetjes. We hebben hier een mooi ven, dus een kleine ven. Maar hier vlakbij, daar gaan we zo nog eventjes naartoe. We hebben het grote ven. Een fantastisch mooi gebied. En daar zit een hele speciale... daar zit een gedenkwaardig iets hoort daarbij. Een gedenkwaardig iets. Ja. Nou, daar komen we zo op terug. Precies. Kees Keus van deze week. Vertel Kees. Ik wil je de karsporen laten zien. Die hier gewoon heel duidelijk in Appelbergen zichtbaar zijn. Ik sta nu in een karrespoor, zoals je ziet. Ja. En als ik hier nou uitloop en ik ga over de rug, zeg maar. Ik loop achter je aan. Dan loop ik zo weer een nieuw karrespoor in. Kijk, zie je, ga naar beneden. En dan is dit weer een nieuw karrespoor. Dit is dus de Hunebed Highway eigenlijk. Ja. He, de A1 van de middeleeuwen. He, van Coevorden naar Groningen ging die vroeger. Precies, Groningen daar, Coevorden heel ver die kant op. En die karresporen zie je bijvoorbeeld ook op het Balloveld. Ja, dat klopt, maar daar zijn ze niet zo diep als hier. Nou ja, ik heb net even snel geteld. Ik telde er hier een stuk of 10 die echt nog heel goed zichtbaar zijn. Dus in plaats van 4-baanswegen hadden ze vroeger gewoon een 10-baans snelweg. Precies. Wauw. Ja. Ze waren hun tijd ver vooruit. Ja, inderdaad. Oh, die is te kort. Kees, wat ben je ineens klein? Ja, ik sta ver weg, of niet? Ja, ik kom zo even bij je, denk ik. Oké, waarvoor? Nou, jij wil iets vertellen. Jij wil iets vertellen over dat achter je, toch? Oh ja. Ja, dit is een heel mooi ven. Ja. Maar wat wilde je daarover vertellen? Dat er onderzoek gedaan is naar dit ven. Om te kijken of dit een pingo-ruïne was. Pingo-ruïne, dat is uit de ijstijd, hè? Ja. Maar dat is dit dus niet. Maar dit is een mooie uitblazingskom, noemen ze dat. Oh, uitblazingskom. Van nature uitgestoven. Ja. En dat heeft zich later gevuld met water. En daar is weer veen in gaan groeien in dat water. Aha. Nou, en dat resultaat zien we dus nu hier. En voor dat nare iets, wat jij eerder ook vertelde... Er staat zelfs een monument voor dus hier. Ja, hier zijn mensen gedumpt in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Die meededen aan de meistaking. En, in 1943, In 1943. Hè? En er zijn dus ook nog een deel van die mensen, die zijn nooit teruggevonden. Ze moeten wel hier liggen in dit moeras. Maar je kunt moeilijk dat hele moeras gaan leeggraven. Maar hier is een deel van de mensen dus wel gevonden. Je kijkt niet alsof je er zin in hebt, Kees. Voor de zesde keer. Dit is take 6. Nee, dat is niet waar. Nee, dat klopt niet. We hebben een hele goede vraag bedacht. Ja, ja. En ik heb er zin in, ja, Kees. Ja, ik ook hoor. Goed zo. Maar eerst nog even antwoord op de vraag van vorige week. Hoe heette dat landgoed bij Glimmen? Officieel heet het landgoed Huis te Glimmen. Precies. En vandaag gaat het ook over de naam van dit landgoed, maar dat hebben we natuurlijk al verklapt. Dat is Appelbergen. Alleen, waar komt die naam nou vandaan? Nou, is dat A van de tuinarchitect die precies het bedacht heeft? Monsieur Appel. Precies. Is dat 2? B. Van de appelbomen. Boomgaard van de appelbomen. Precies. Of C, is dat Appel van militair oefenterrein, je weet wel, en op Appel staan. Yes. Waar moeten ze ook alweer een antwoord achterlaten? Daar. Precies. Daar. Daar onderin, in de reacties. Precies. Heel goed. En volgende week hoor je of je het goed had. Oké. Tot dan. Doeg. Doeg.